Hallo Sonny T, ik ben Mark van Vlaagwiel met Hatsen van Rivier. Voor aflevering zijn we hier gebleven en ik ben nu bezig om in ieder geval Italië te gaan helpen in het Midden-Oosten en Afrika. En ik ga vandaag ook proberen om Afghanistan tot mijn gebied te brengen. Behalve, ik weet niet hoe we dat gaan doen. Als het goed is. Ja, die range is veel te ver, dus we kunnen niet... paradroppen of zoiets in die richting. Dus dat was het niet. Ik dacht, misschien is dat wel een keus, maar als we moeten eerst door Iran heen. Kan natuurlijk ook. Oké, deze die zit even zo weer. Oh ja, dat is ook natuurlijk nog een probleem. Of als we hun toevallig in de fascist groep kunnen zetten, dan zou dat ook wel kunnen. Nope. Oké, jullie moeten nu ook dit gebied gaan verdedigen. Wie gaat er nou weer justify? De Sovjet-Unie. Dat wordt een probleem. Ze moeten de volgende troepen maar gewoon even op hun grens zetten, denk ik. Want daar hebben we wel met Iran te maken als de commandant met ons oorlog verklaart. Oké, maar dat vind ik wel heel knap. Dat Polen gewoon de oorlog wint van de Russen. Maar ja, dat komt natuurlijk ook omdat ze daar boven bezig zijn. Flexibele navy. Oké, dus moeten we dan gewoon wel even... Dan zetten we jou daar ook wel even bij. Gewoon om deze fortlinie te verdedigen. Maar we kunnen in ieder geval ook naar de vierde Caucasus region. Oké, met deze moment heeft de Sovjet-Unie gewoon oorlog. En dan wil hij ook nog met Duitsland oorlog. Dat is een beetje onlogisch. Dat lijkt me niet heel verstandig. Yes, finally. Zo. Hebben we dat ook alweer gefixt? Dalmatia, of welke is deze? Ja, dat doen we gewoon in de Dalmatia, want dan kunnen we daar ook even een... Ja, hoe noem ik dat even makkelijk? Gewoon eventjes een vloot hebben. Ik vind het wel heel knap dat Italië gewoon niks meer heeft hier. Dan ook nog wel oorlog met jou.
Dat is helemaal prima. Vind ik ook geen probleem. Even weer wat betere wapens, dat is ook wel mooi om te hebben. Destroy your efforts. Gaat toch wel een beetje, ja, niet zo snel in Frankrijk. Maar ze kunnen ook niet door de Maginot-linie heen, dus dat is ook wel logisch. Deze die zetten we gewoon even in een ander gedeelte neer, zodat ze even apart kunnen vechten. Support the Greek communists. Wat? Laten we dat maar eens even niet doen. Oké, Irak die valt. Dat is helemaal mooi. Misschien dat we ook via Saudi-Arabië nog een front kunnen maken later. Beter artillery, mooi. Oké, next. Och, hebben ze een civil war. Door de lights kunnen we beter hebben. Oké, ze hebben op zich wel meer divisies, dus dat scheelt. Oké, Irak is capitulated, mooi. Zo, overal een beetje air security. Zetten we de volgende gewoon in dit gebied. Zijn er nog 12. Dat is niet veel. Oké, deze is een circle. Oké, jullie gaan gewoon naar de Congo zijn ook goed.
Oh, mooi, jullie gaan dus hierheen. Kijk, nu hebben we gewoon. In ieder geval dit gebied ook even een beetje secure. Het is toch allemaal aan de hand. Ik snap er echt nog geen zak meer van. Zo. Hoppakee. Ik heb de ship. Top, weer een encirclement. Mooi. Dat gebeurt wel vaak volgens mij. Nou, Nevels Priority, dat komt dan nog wel. Ze zijn in ieder geval een aantal floats aan het maken om in ieder geval de Adriatic Sea Priority te krijgen. Kans zie ik nog wel een beetje een heal in. Maar ja, dat zal wel goed moeten komen, denk ik. Is Italië nog mee bezig? Oké, maar ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En zie ik volgende keer weer. Later.